Yo, kijkers van online, een hele goede middag. Van hartelijk welkom bij groep E, de spannendste groep van het hele toernooi. Oekraïne-Belg, ze hebben allemaal 3 punten. En dan is de grote vraag, wie er doorgaat. Ze kunnen allemaal uitgaan, ze kunnen allemaal nog doorgaan. We zullen het zien. België-Oekraïne, mocht België gelijk spelen, komt België sowieso hoog te staan met Oekraïne. Zal er 4 punten allemaal, komen thuis te staan. Dan zit hij bijna zo goed als zeker door. Bedoel ik de Stuttgart Arena. Bij Nederland wordt wat lastiger. Dan ligt natuurlijk net aan wat die andere wedstrijd heeft gedaan. Want die andere wedstrijd gelijk gespeeld. Ja, dan is België natuurlijk de laatste van de groepsfase van deze UEFA Euro 2024. Dit is Oekraïne tegen België. Hey, zie het. Weet je wat het is bij deze groepsfases? Je moet de punten blijven pakken. Anders is het toernooi afgelopen voordat je het in de gaten hebt. En dat zou er wel eens toe kunnen leiden vandaag dat het een sprankelende wedstrijd gaat worden. Oekraïne met Lunin Onlat 4-1-4-1. Nicolae Matthews. Dit is duidelijk, hè? Ze kiezen voor het Stepanenko, verdedigende strategie vandaag. Ze duiken dit 4-5-1. Ze allemaal Dovibik. Het zijn allemaal moeilijke dingen om uit te spreken. En zo gaan ze staan. In een 4-5-1 formatie. De bijnaam de Rode Duivels. Bestaat al heel lang. Ontstaan toen de Belgen tegen Nederland speelden. Het duel werd in 1906 in Rotterdam gespeeld. In het magazine van de Voetbalbond werd gezegd dat de Belgen als rode duivels hadden gestreden. Ze speelden die wedstrijd voor de eerste keer in het rood. En dat was de geboorte van de bijnaam. Kasteels Onlat 4-3-3. Teert, Vertonghen, Fijs, Kastanje, Magala, Kevin de Bruyne, Onana, Boy, Carrasco, Romelu Lukaku en toch Romelu Lukaku die dus weer buitenspel stond. Die paar millis. Kijk echt op de millimeters. Als het echt een halve meter buitenspel is, dan snap ik. Maar kijk echt op de millimeters. Ik snap het wel. Maar zo worden wel steeds minder doelpunten gevallen. De Belgen hebben afgetrapt voor het begin van de eerste helft. En voor de tegenstander vinden ze dat natuurlijk fijn. Degene die dan een tegengoal krijgt. Grijp ik wel. Maar als het andersom gebeurt, dan zijn ze ook niet blij. Dus het is zo het is. Het gaat een moeilijke wedstrijd worden. Een moeilijke redelijk makkelijk koel voor Bergen, maar België valt ook gewoon de eerste wedstrijd. Kastanje. Dus ze hebben allemaal een keer gewonnen. België won van Roemenië. Jan Vertonghen met de bal. Oekraïne won van Slowakije. Vertonghen. Slowakije won van België. Vaas. En Roemenië. Kastanje. Won dus van Oekraïne. Vaas. Dat geeft dus allemaal 3 punten. Hier staat het. Allemaal 3 punten. Wat voor de thuisploeg heeft uitslag gaat dit worden. We zullen het pas zien. Deze laatste groepswedstrijd. Doku. Een plekje te veroveren. Is goed balletje hoor. Ronde van het toernooi. Ja, Carrasco. 3 punten pakken en zijn ze door. Carrasco. Doe maar laat los. Deze wedstrijd vol gastig. Bal over de lijn. Corner gegeven. Dus als ze allemaal gelijk spelen, dan is het toch een ploeg dat nog 4 punten eruit gaat. Ik ben heel benieuwd. Kevin de Bruyne. Daar komt de corner. En daar gaat hij niet. Weet hij de bal nog te keren? Wat een redding. Fantastische reactie. Flitsend. Maar het was een gevaarlijke kopbal. De corner, de kopbal en die is voor de keeper. De keeper desnoods met ja, 2 vingers in zijn neus en even tellen. Heeft hij nog 7, oh nee, 8. Ja, maar past dat wel met die keepershandschoenen, hè? Maar hoe dan ook, hij is niet onder de indruk. Doku. België komt naar voren met de bal. Kevin de Bruyne doet niet Lukaku. Nee, toch niet. Die aanval is gestopt door de tegenstander. Kijk, dit is de scheidsrechter. Die snapt dat hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een aanwisseling. Rodrik.
voorzitter. Daar komen ze en daar is Kasteels met de redding. Daar was Oekraïne heel dichtbij. Voor de opening. Dat is een redding van de hoogste kwaliteit. Van zo dichtbij, ja. Schitterend. Oekraïne, het slechtste doelsaldo. Daarom staan zij ook onderaan. Hij verovert die bal bij de spelhelft. Maar die moet alleen, maar hij kan hem ook naar links geven, dat doet hij dus ook naar Janne Carrasco. Carrasco. Carrasco! Goede actie. Kevin De Bruyne met de corner. Corner, is het een goede corner? Ja, daar is dus de 1-0. Binnengekopt. En daar. En de Belgen leiden. Is het er laten komen? Het loopt gewoon lekker. Ze weten 1-0. Goed te vinden. En als die kans daar komt, ja, dan hangt hij meteen. Ja, deze goal schreeuwt om een herhaling. En die gaan we natuurlijk krijgen. Het begint allemaal met die voortreffelijke corner. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. En in de 17e minuut staat Belgen met 1-0 voor. Modric, Mykolenko, Oleksandr Zinchenko, Dovbyk. Maar blijkbaar is het buitenspel. Het wordt gevlacht. Buitenspel. 20e minuut. Kevin De Bruyne. Ja, Oekraïne, ja, weet je wat het is? Ze hebben een oorlog, dus op zich gun je het ze wel om door te gaan. Ik gun het ze ook wel. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat België gewoon doorgaat. Liefst had ik gehoopt dat België eerst wordt, Oekraïne tweede. Maar waarschijnlijk kan dat niet. Bij Kastanje. Mangala. Ze komen dichter bij het doel van de tegenstander. Zonder bal wordt het lastig scoren. Nu zouden ze best kunnen counteren. Die is er door en dan is de vraag of de kaart dat er gaat komen. Dank u. Dat is het neerhalen. Dat gaat een rode kaart worden, ja. Ja, en dan moet België verder met 10 man. Vereideld door die overtreding. En dus krijgt de overtreder. Hij raakt de bal niet. Spelen we, raakt hij wel. Dus het is een rode kaart. Voor België in het probleem, maar het staat wel vol met 1-0. Hoe lang dat ze dit kunnen volhouden? Nee, ja, als het zo gaat, zonde hoor, van die vrije trap. Dan lukt het nooit. Wel op een behoorlijke afstand, maar dat mag geen excuus zijn. Uiteindelijk leek België nog een dik uur verder met 10 man. Kevin De Bruyne. België levert de bal in. Oh, wat gaat die handig langs zijn tegenstander. En Oekraïne geeft zich niet af. Vertongen leert hem in. Overtreding, duw. Daar belandt die voorzitter, de tegenstander. En volgens de scheidsrechter mag dat niet. Zinchenko achter de bal. Zinchenko wordt voorgezet. Maar weggewerkt. België, maar daar komt Oekraïne weer. Dovbyk. Dovbyk, wat gaat Dovbyk doen? Gaat hij schieten? Ja! Maar de doelman is er ook. Knap uit. De corner. Genomen. Hoekschop in het centrum geplaatst. Gepreden. De vaar is voorbij. De doelman pakt de bal. Lukaku. Lukaku. Veel bijna, maar gaat door. Hij heeft wel drie man bij zich. Lukaku. Lukaku, maar daar gaat daar toch wat mis. Balverlies voor de tegenstander. Voor een geweldig veteraan. Hij stoomt verderop. Dit is een goede kans en die ziet hij hier wild over. Hij zag hem al lang naast. Ja, over, daarnaast. Dus daarnaast. Soms kan je gewoon net niet zien omdat het gewoon veel te snel gaat. Goed. 10 minuten nog voor de rust. De speler wordt geholpen.
Victor daar Sikato. Komen ze helaas Vertonghen dat dat goed ingrijpt. Eigen helft heroverd. Onana. Dit is helemaal goed. Yannick Carrasco. Carrasco. Aan de zijkant krijgt hij ruimte met de bal. Lukaku. Die gaat naar Lukaku. Lukaku is er door. Lukaku. Maar die wordt dan toch wel even tegengehouden. Terwijl dat die bal daar was. Had je voor kunnen fluiten. Of misschien kun je je zaak moeten fluiten. Met een dip de voorsprong op de rust af. Oekraïne gaat ingooien. Oekraïne geeft zich natuurlijk niet op. Ze weten 10 man. 10 Belg tegen 11 Oekraïners. Dat geeft een goed gevoel. Nu... Zoals hier, kijk eens! Maar Kastuurs met een geweldige redding. Een ongelooflijke, fantastische redding. Daar op de flank krijgt hij ineens ruimte. Geen Courtois, maar Kastuurs. Die redt. Daar gaat Stepanenko. Maar daar ligt het open. Daar gaat hij erin. Voor Oekraïne is het dus uiteindelijk 1-1. En Oekraïne leeft nog. Ja, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die strikpaars, die is briljant. Dat was sowieso een overtreding. Niets mis mee. Perfect op maat. 1-1. Niet aarzelt en de bal heel hard en zuiver in het netje legt. Overtuigend gedaan. En België kan weer opnieuw beginnen. Maar uiteraard... Er is een medespeler in de buurt. Zo, dat was even gevaarlijk. Uitstekend veroverd. Het is rust, het staat 1-1. Zegt de scheidsrechter. Op dit moment staat België nog wel hoger dan Oekraïne op de ranglijst. Dus ze zullen dat niet rechtstreeks achteruit gaan. Uit wat deze speler laat zien. Ze gelijk maken, vlak voor rust, heeft de wedstrijd. Goed, dus dit gaat een hele spannende pot worden. Om heerlijk naar te kijken, dat sowieso. Ik ga zeker ook kijken. Goed, we gaan de wedstrijd hervatten. Beide teams zijn weer terug. Tweede helft is ingegaan. Op deze vroege middag. In de kaak, maar die staat uiteraard natuurlijk vast. Die wordt altijd vast goed aangepakt. Niet gefloten en voordeel voor Kevin De Bruyne. Tot nu. Met de bal naar binnen. Nee, waarom naar de kaak en niet naar Kevin De Bruyne? De Bruyne. Magala. En dan Yannick Carrasco. Lukaku, daar zat dus nog iemand tussen. Kevin De Bruyne. Ze hebben zich in dus twee maar door, Lukaku. Lukaku door. Lukaku, Lukaku om de doelman heen, maar hij gaat er toch in. Dat is 2-1 België. Romelu Lukaku. Dat er het veld werd gestuurd, dacht ik dat ze met de rug tegen de muur zouden komen te staan. Ja, dat was ook even zo. Maar ze pakken hier gewoon de leiding. Dit is absoluut de moeite waard om nog eens een keer te bekijken. Zie, hij schudt zijn tegenstander van zich af. En dan werkte die bal uiteindelijk ook prima af. Tussen de palen, doelpunt uitstekend gedaan. Na dit doelpunt... 2-1 België. 2 tegen 1. En nu moet Oekraïne. Chigankov. Ze moeten sowieso. Het tweede bij gelijkspel komen ze onder België te staan. Zinchenko. Sudakov. En dan hopen goed nieuws op die andere wedstrijd. Dovbik. Maar daar komen ze, maar daar is de keeper ook en de keeper is er eerder. Onana. Doku. Dus misschien even wachten. Maar België levert de bal in. Dan die vijf niet door. Een heerlijke steekbal. Komt Oekraïne weer. Dit is een goede kans. En daar is Kasteels. Fantastische redding hoor. En opnieuw een redding. Ja, het is geen herhaling. Het is weer een andere redding. Een stuk makkelijker dit keer. Onana. Ja, maar die eerste redding, hè, maar er is gefloten. Die was fenomenaal. En daarna blijft hij goed opletten. Wisselen. Er is een wissel in voorbereiding. Een half uur nog te gaan. België rijdt met 2-1.
België 6, Oekraïne 3 punten. Hebben we gespeeld in deze wedstrijd. Kevin De Bruyne. Nana. Oh, Nana in de handen van een doelman. Weet gevaarlijker dan het was. Uiteindelijk geen enkel probleem voor de keeper. Dat is goed. Zigankov. Aanval wordt afgestopt. Geprobeerd. De scheidsrechter geeft een vrije trap naar België. Nog ook weer het voordeel. Vertongen. Tegen Kaku. Ah, dit was wel een hele lastige paas hoor. Voordat het gevaarlijk wordt. Taras Stepanenko. Daar komt Oekraïne weer. Oekraïne heeft iets bedacht. Viktor Zigankov. Die gaat voorzetten. Daar is 2-2. Oh, heerlijk. Een gortroge volley. En de keeper, ja, kansloos. Wat een doel. 2-2, minuut 68. En Oekraïne staat weer naast België. Dit doelpunt is natuurlijk een ABC'tje. Zeker na zo'n heerlijke paas. En dan is het natuurlijk niet al te moeilijk om de bal van dichtbij in het net te leggen. En dat gebeurt dan ook. Kevin De Bruyne. Wout Vaas. Daar is Jan Vertonghen. Yannick Carrasco. Kevin De Bruyne. Oei, dit is cruciaal, dit is heel cruciaal. Daar komt Oekraïne, maar Vertonghen werkt de bal weg. Niet helemaal goed, hij blijft staan. En Onana die trapt gewoon die bal weer terug aan Oekraïne. Weggekopt, maar... De Belgen geven de bal weg. Oekraïne blijft gaan. Stepanenko. Onana. Nou, Lukaku, maar die zit vast, nu niet. Romelu Lukaku, maar wacht even, dat had hij niet moeten doen. En dan had het gewoon 3-2 kunnen en moeten zijn voor België. Lukaku laat het daar liggen. Anderhalf jaar geleden kwam België niet in de groepsfase door. Snel terug, de verdediging staat alweer op zijn plek. In Qatar. Ze raken hem kwijt. Maar lukt het nu wel, maar dit is een hele matige bal. Dit is goed. Lukaku is erdoor, Romelu Lukaku is erdoor. Lukaku niet. Die bal was zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Dit is de grote kans. Maar Lukaku mist. Ja, mist. Doe maar een auto tegen. Het is tijd voor een wissel. 80ste minuut loopt. De Bruyne weet dat hij goede corners kan nemen. De 16. En de hoekschop wordt weggewerkt. Hij onderschept de pas. België heeft weer de bal. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. De Rode Duivels jagen op de beslissing. Daar is Lukaku. Ja, 3-2 België. Minuut 82. Wie had dat gedacht? Ongelooflijk. Romelu Lukaku. Sommige spelers kunnen dat zo goed, hè. Een bal met veel gevoel en precisie voor het doel leggen. En mooi hoe Lukaku dan zijn actie timed. De keeper, die kan er niet bij. 8 minuten voor Oekraïne nog om België naar België te knallen. Zo lang duurt het niet meer. Dan moeten ze echt tempo gaan maken, maar België moet het dus allemaal dicht gaan metselen, die muur. Ja, Sole gaat. Er is een teamgenoot in de buurt. Er wordt nog een aanval ingezet. Daar komen ze weer. Daar is Kastanje aan. Dat doet hij heel goed om ervoor te zorgen dat hij uit beland is. De voordeelregel uitstekend. Het is wel een kaart. Dan moeten we even wachten. Voordeel. Het is groot, dat is goed ook. Misschien niet zo slim om met die blessure verder te spelen. Oekraïne kan de voorzet kan komen. De voorzet komt. Doeman heeft hem. Oh ja. De dreiging. De sluitpost hoefde zich nauwelijks in te spannen. Te onderscheppen.
Tielemans niet. België levert de bal in. Ruslan Malinovski. Hij doet dat goed. Maar daar is Oekraïne weer. Oh, voor een kans, 90ste minuut. Weg, 2 minuten extra tijd. Hij gaat zijn tijd nemen. Natuurlijk. Weggetrapt, Lukaku. Het is een ingooi voor België. Let op, nu het spel stil ligt. En dan is het bijna zo goed als gedaan. Gaat België door. En Oekraïne ligt er waarschijnlijk uit, want het is toen de laatste. Dat ligt er natuurlijk aan wat er bij die andere wedstrijd gebeurt. Wordt het 6-0 van een andere ploeg, dan gaat Oekraïne toch misschien door. Als 0-3, maar dat ligt er natuurlijk net aan. Maar België definitief door. Met 6 punten ben je er. En met 5 punten trouwens ook. Hij maakt 2 goals en doe maar 4. Ja, natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag. Okay, België heeft er nu 6. Het wint van Oekraïne met 3-2. En dat is mooi. En los van zijn man. Dan zien we straks die andere wedstrijd uiteraard. We zullen het wel uiteraard zien, hè? Goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor liken. En dan zien we straks om 3 uur voor die andere wedstrijd, hè, jongens. Mazzel!